En wilt u contact opnemen met SBS 6 voor Hart van Nederland? Oh jee. Ik heb er kippenvel van. Niet te geloven. Dat kan je niet geloven dat en dan die opnames, hè, dat is natuurlijk wel extreem. Of niet? Ja. Gaat dat zomaar? Kun je er gewoon gaan zitten en gewoon jezelf zijn? Nee. Ik moest eerst even bellen. Ja, daar kwam de hele televisieploeg van kijken. Ja, ik heb ze in de auto liggen, ik heb ze niet meegenomen. Ja, al de hele dag ermee sjouwen. En dat boek. Ik koop hem in Delft, in het Prinsenhof, koop ik een boek op een antiekbeurs. Zo'n dik boek, vol met platen. Alleen maar platen van Veldtochten van Napoleon. Van 1792 tot 1801. Daar komt ook bij hier Heerden en veldslagen hier in de buurt. Bleken er twee paspoorten te zijn. Het ene paspoort is uit 1810, uit Brussel. En het tweede paspoort is van zijn vrouw. Het is een koppel, ze zijn getrouwd met elkaar in 1833. En zij is geboren 1798 in Putten, in Noord-Brabant, aan de Belgische grens. Ja. Dus ja, ik kwam zo aan die twee paspoorten eigenlijk. En dat staat in dat boek. Die staat in dat boek. Nou, dat heeft die antiquaire niet geweten. Nee, natuurlijk niet. Heeft hij echt niet geweten. Maar zal ik het hier neerleggen? Ik wil een mat draait aan. Nee. Maar ik zal het hier neerleggen en ik zal die paspoorten ernaast leggen. Dan kan je allemaal kijken. Als je dat rond moet geven, kleur of niks. Zien ze allemaal. Zo, dat is mooi. Nou ja, dat voor een tientje. Nee, dat is levensecht, is dat die plaat, hè? Een pentekening of zo? Ja, ik zeg voor een tientje, wat kan je verwachten voor een tientje? Hè? Maar ik vind dat de dingen nog meer dan waard natuurlijk. Wat zie je, de piramide? Is dat bij de piramide van Egypte. Waar zit een paspoort? Ja, ik zie het. Zo weinig mogelijk met je handen erop. Ja. Want we hebben zuur in onze handen. Ja. Zie je, dit is toch een Belgisch paspoort, maar dat is dus uit 1839 en deze is uit 1810. Dit paspoort moest je aanvragen omdat hij in het leger moest. Want je moest je eigenlijk kunnen identificeren. Dus daarom moest je dat hebben. Ze zijn vrouw. Is uit 1839. Maar ze zijn getrouwd. Want hier staat dezelfde handtekening, die Mommaerts. Die Mommaerts. In 1833 zijn ze getrouwd. Dus getoetst op echt, hè? Ja, natuurlijk. Kijk, als je echt kijkt. Kijk, dat kan je natuurlijk niet namaken, hè? Vinden je. Als je hierin kijkt, dan zie je het vignet van Napoleon erin zitten. Als ik je een tip mag geven, dan moet je. Heel bijzonder, kijk. Hoe een hobby kan leiden. Ja, goed. En dit is een beetje wat ik. Kijk, hier is een beetje het, wat ik uitgezocht heb, wie het is, zie je? Alexandre François Montmartre. Hij is geboren in Brussel, 22 oktober 1779. Hier in Sint-Joost ten Noode. Die andere is Isabelle de Ridder. Zij is geboren 16 maart, nee, even kijken hoor. 31 oktober 1795. Maar hij is drie keer getrouwd geweest. Dat zijn zijn andere drie vrouwen. Maar die zijn overleden. Zie je, die ene is 1825 getrouwd. Daar was hij mee getrouwd in 1822. Maar die is 1825 overleden. En dan trouwt hij met haar. Zie je? Zij is getrouwd in Putten, 15 april 1798 geboren. En haar paspoort is van 19 juli 1839. En dit zijn dan de nazaten, familie van voor zijn vader en naast zijn vader. Dit is wat er dus op het paspoort staat. Hij heeft een litteken op zijn voorhoofd. Hij is dienstplichtig van het jaar 9. Ja, hij is van 9. En hij heeft een definitieve vrijstelling. Daarom had hij een paspoort in die roerige dagen nodig. In het jaar 9 van de Franse Revolutie. Zie je, dat is een Franse jaartelling. Ja.
Maar drie keer getrouwd geweest en ja. Maar wat ik wil weten eigenlijk is, in 1839 verkoopt hij een molen in Dilbeek. Waarom verkoopt hij een molen? Hoe komt hij aan die molen? Dat heb ik de aankooppapieren gezien, de verkooppapieren gezien. En zijn vrouw vraagt in 1840 een paspoort aan. Ja. Waarom? Gaat ze met dat geld ervan doen? Want ze mag reizen en dat staat hier dus op het paspoort. Een reisvisum. Nee, dat ze mag reizen in Holland, in Groningen en in Utrecht. Het is uitgegeven 15 november 1840. Yeah. Gaat ze met dat geld ervan door, van die molen? Of... Yeah. Is een vraagteken. Wil ik ook nog graag weten hoe dat in elkaar zit. Nee, genaamd. Die is net hiervoor. Dat is 1860, 1810. Dat is 1860, Lodewijk de Podium. Dit is 1810. En dit is dan zijn vrouw, maar dan is het wel weer onafhankelijkheid van België. En dit is 1839. Maar het zijn hier. Die handtekening hier staat ook hier. Dus ze hebben beide getekend. En dat heb ik uitgezocht. In 1833 zijn ze getrouwd. Maar hij trouwt voor de derde keer. Ja? Want dit. Ik heb dit en dit. En het verhaal is dat je dacht, ja, is dat wel heel leuk. Maar kijk, de laatste keer hebben ze.